Vandaag AfriForum privaat vervolging was in Potchefstroom, Streekhof, van section 205, voor twee getuies wat willen niet met ons te gesels nie. Dit is Tebogo Mokolobate, een kaptein in de Zuid-Afrikaanse politiedienst, gestationeerd, uitgesnauw, gesequenteerd bij de premier van Noordwest. En die ene is de adviseur van de president, president Cyril Ramaphosa, Bejane Chauke. Hij wil nooit niet glad nie met ons gesels het nie. Daar is het nu 205 aanzoek gedoen om hulle te dwingen om die hof te verskyn. Ongelukkig vandag, Bejane Chauke het nie in die hof vandag nie, maar die lasbrief is uitgereikt tegen hom. Kaptein Tebogo Mokolobate, hy het vandag in die hof verdag en hy het saamgestemd dat hy sal die verklaring aan die AfriForum privaat vervolging eenheid kom ingee op die 10de hierdie maand. Ons is nog een stap verder om Thandi Modise aan te kla. So we were alerted to a complaint at the farm. And then when we arrived on the farm, it's one of the worst cases that of animal cruelty that we had seen in a long time. Just dead animals lying all over, animals that were busy dying, animals that were decomposing already. And as the sows gave birth, the pigs were eating the fetuses because they were literally starving to death. There was no water for the animals. So it was just a heartbreaking situation. And we just won't leave it there. Like we do with any farm that we inspect, any situation that we inspect, if we need justice for animals that have been hurt.